Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaat per 1 oktober 2019 van start met een pilot driejarige HAVO-opleiding. In de studio hebben wij de heer Vernon Kershout. Hij is een inspecteur bij het voortgezet onderwijs op seniorenniveau en hij gaat ons alles vertellen over deze pilot-opleiding. Meneer Kershout, ik zeg pilot, maar waarom wordt het pilot genoemd? Nou, het wordt een pilot genoemd omdat we dus als ministerie vooralsnog voor het komend schooljaar dus beginnen met het basisjaar van de nieuwe opleiding. En op basis van de evaluatie die gepleegd zal worden gedurende dat basisjaar gaan we dus kijken waar zaken eventueel bijgesteld kunnen worden. U bedoelt basisjaar het eerste jaar van die driejarige opleiding? Inderdaad. Oké, maar waarom zo plotseling met een driejarige HAVO-opleiding? Nou, laat me zeggen dus dat er in het verleden reeds voorstellen waren om naast het tweejarige HAVO een driejarige HAVO op te starten. Ja? Dat is omdat aan de ene kant de resultaten van het HAVO-onderwijs, ze vielen tegen. En aan de andere kant is het dus zo dat leerlingen die het toelatingsexamen HAVO, VWO, NATIN niet halen, maar wel slagen voor het eindmulo, in feite beperkt zijn in hun keuzemogelijkheden voor vervolgonderwijs. Ze kunnen dus kiezen of een pedagogisch instituut of het MEO. Vandaar dus dat wij als ministerie het nodig vonden om nog een alternatief te creëren voor deze doelgroep. Dus als je zo naar u luistert, het doel van deze pilotopleiding is tweeledig. Eén, omdat de slagingsresultaten al jaren niet naar wens zijn. En twee, de studenten die van het MULO komen, die geen HAVO-pakket hebben gehaald, toch een kans te geven om naar het HAVO te komen. Absoluut. Maar de tweejarige opleiding van nu, betekent dat het volledig drie jaar wordt? Of wordt er een pilot met een groep uitgevoerd? Die pilot wordt sowieso dus met een beperkte groep uitgevoerd, maar het tweejarige HAVO, zoals we die al jaren kennen, die blijft vooralsnog bestaan, omdat je in elk geval die optie ook open moet houden voor die leerlingen die slagen van het MULO en dus HAVO halen, dat zij het tweejarige HAVO ook zouden kunnen volgen. Oké, en zij die van het MULO slagen en alleen eindmulo hebben gehaald, maar geen HAVO-pakket en nu de driejarige pilotopleiding volgen. Zal het curriculum van die pilotopleiding hetzelfde zijn als die tweejarige die we nu al kennen? Natuurlijk zullen er wat overeenkomsten zijn, maar het zal uiteraard verschillen, omdat uiteindelijk het driejarige HAVO een driejarige opleiding is. Waarbij dus de leerstof, zoals die nu aangeboden wordt op de tweejarige HAVO, als het ware uitgesmeerd gaat worden over drie jaren. Verder hebben we ook gemeend om, gelet op de hervormingen die op handen zijn binnen het totaalonderwijs, waarbij we dus als het ware de keuzemogelijkheden voor onze leerlingen zoveel mogelijk willen uitbreiden, zullen er dus ook nieuwe vakken toegevoegd worden waarin de leerlingen examen kunnen doen op het driejarige HAVO. Maar die vakken komen vooralsnog niet voor in het curriculum van de tweejarige opleiding? Ze komen weliswaar voor, maar niet als examenvakken. Oké. En dat is het enige wat zal verschillen van de tweejarige opleiding? Een ander belangrijk verschil dat ik sowieso ook moet noemen, hoor, is dat wij voor wat betreft de driejarige HAVO ook hebben opgenomen in het programma studieloopbaanbegeleiding. Omdat in elk geval gebleken is dus dat het wat dat betreft schort bij de HAVO-leerlingen. En we zijn dus van mening dat als dat stukje begeleiding op een verantwoorde wijze wordt aangepakt, dat de resultaten van deze leerlingen zouden kunnen verbeteren. Oké, en we praten over een pilot met een, ik zal niet zeggen een geselecteerde groep, maar een groep die daarvoor in aanmerking komt. Op welke scholen wordt deze pilot uitgevoerd? De pilot wordt dus uitgevoerd op HAVO 3 aan de Leisweg. Op scholengemeenschap Senaat en Darm, dat is aan de Pandit Paltan Tewariwag op Livorno. En op het christelijk HAVO. De keuze van deze scholen is overigens niet zomaar geweest. We hebben dus gekeken naar de faciliteiten op deze scholen, hun capaciteit om inderdaad dit type HAVO te kunnen accommoderen. En we hebben ook gekeken naar een stuk regionale spreiding. Ja. Dat kinderen uit de verschillende
gebieden uit Paramaribo een keuze zouden kunnen maken. Oké, en als we praten over een 3-jarige pilotopleiding en de leerstof van die 2-jarige opleiding zal uitgesmeerd worden over de 3 jaren, mogen we stellen dat de repetitieperiodes niet meer hetzelfde zullen zijn met de 3-jarige opleiding en de 2-jarige opleiding? Want de leerstof blijft hetzelfde, maar wel uitgesmeerd over 3 jaren. Dus die leerstof blijft sowieso hetzelfde, ja, uitgesmeerd over 3 jaren. Maar voor wat betreft de invulling van repetitierondes en zo, dat zijn natuurlijk zaken die binnen de school organisatorisch goed geregeld zullen moeten worden. Oké, okay. En nu is het zo dat als een student slaagt van het HAVO en die naar de universiteit wil, dat die het schakeljaar moet doen, schakeljaar universiteit. De studenten die nu de 3-jarige pilotopleiding doen en slagen en naar de universiteit willen, zullen zij ook het schakeljaar moeten doen? Zij zullen ook het schakeljaar moeten doen, omdat het uiteindelijk een HAVO-diploma is. Weliswaar is het diploma natuurlijk gelijkwaardig aan het 2-jarige HAVO. En dan zullen ze dus het schakeljaar moeten doen. Okay. En de toelatingseisen om toegelaten te worden tot die 3-jarige pilotopleiding, zijn die anders? Die zijn natuurlijk anders, ja. Want uiteindelijk hebben deze leerlingen alleen een MULO-diploma gehaald. Dus de toelatingseisen zijn als volgt. De leerlingen moeten in dit schooljaar hun MULO-diploma hebben behaald. Ze moeten in de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar zijn. En ze moeten voor het vak Nederlands een voldoend cijfer hebben behaald. Oké, okay, en de uitslag van het MULO is zojuist achter de rug. Wanneer zal de inschrijvingsperiode zijn voor deze pilotopleiding? Oké, okay. Op 15 en 16 augustus kunnen de leerlingen die van deze gelegenheid gebruik willen maken zich aanmelden op een van de pilotscholen, dus HAVO 3, Scholengemeenschap Senaat en Darm en het Christelijk HAVO, om een inschrijfformulier op te halen. Nogmaals, dat is op 15 en 16 augustus, van 8 tot 11 uur in de ochtend. En natuurlijk moet dat ingevuld worden, de nodige stukken moeten in orde gemaakt worden. En de feitelijke inschrijving is op 19 en 20 augustus, op de school die de leerling dus gekozen heeft. En de inschrijving is ook van 8 uur tot 11 uur in de ochtend. Laat me gelijk voor de volledigheid aangeven dat het, juist omdat het een pilot betreft, ja, de inschrijfcapaciteit natuurlijk beperkt is. We mikken op zo'n 150 tot 200 leerlingen die zich kunnen inschrijven. Dus hier geldt het principe dat wie eerst komt, die eerst maalt. Oké, okay, u zegt een beperkt aantal studenten wordt toegelaten, maar ik verplaats me nu in de stoel van een student. Ik heb herexamen om mijn eindmulo te halen. De periode van de inschrijving voor de 3-jarige pilotopleiding zal zijn voordat ik mijn uitslag voor het herexamen heb. Mm-hmm. Hoe zit het met die studenten die herexamen hebben voor hun eind en uiteindelijk het halen? Kunnen zij dan nog in aanmerking komen voor die 3-jarige opleiding als jullie maximale nog niet hebben bereikt? In feite komen zij ook in aanmerking, maar dan zitten zij natuurlijk met het gegeven dat ze hun MULO-diploma nog niet hebben. Ja. Snapt u? Maar het idee is natuurlijk dat wij eigenlijk zo min mogelijk beperkingen willen opleggen. Alle leerlingen een eerlijke kans willen geven om verder te kunnen studeren. Oké. Okay. En we praten over een pilot van het schooljaar 2019-2020. Wat zal er gebeuren na dit schooljaar met deze 3-jarige opleiding? Oké. Okay. Natuurlijk, bij de uitvoer van de pilot gaan wij absoluut tussentijds evalueren en kijken waar bij gesteld moet worden. U begrijpt, het is een totaal nieuwe operatie binnen het HAVO-onderwijs van Suriname. Dus die evaluatie zal komen. En het is dus de bedoeling dat wij op basis van wat uit die evaluatie naar voren komt, waar nodig zullen bijstellen. Overigens is het ook zo dat wij het totaal HAVO-onderwijs in Suriname, dus ook het 2-jarige HAVO, aan een nadere beschouwing willen onderwerpen, omdat de nodige hervormingen gepleegd moeten worden. U weet dat er eerder in het jaar een onderwijsdialoog is geweest, waar in elk geval is komen vast te staan dat ons totaal onderwijs, en in dit geval het HAVO-onderwijs, hervormd moet worden. Dat we vooral competenties moeten ontwikkelen bij leerlingen, dat het onderwijs inclusief moet zijn. Dus al dat soort zaken zijn dingen die meegenomen zullen worden in de evaluatie van het totaal HAVO-onderwijs. En
Als deze driejarige opleiding goed bevonden wordt, de evaluatie is goed bevonden, blijft voor nu die driejarige opleiding bestaan naast die tweejarige opleiding? Hij blijft bestaan naast de tweejarige opleiding, ja. Want natuurlijk gaan we nog steeds leerlingen hebben die slagen voor het toelatingsexamen HAVO en bewust willen kiezen voor het tweejarige HAVO. Ja. Dus die optie zal blijven bestaan en daarnaast het driejarige HAVO. Oké, dus deze driejarige opleiding is dus niet voor MULO-leerlingen van de derde klas? Nee, het is uitsluitend voor vierde leerjaar leerlingen. Juist, die in de vierde klas hebben gezeten en geslaagd zijn voor het MULO-eindexamen. Oké, en met deze pilot verwachten jullie een beter slagingspercentage? Want er wordt gezegd dat de tweejarige opleiding een beetje zwaar is, veel leerstoffen twee jaren. Nu wordt het uitgesmeerd over drie jaren. Wat verwachten jullie van de slagingspercentages? Kijk, natuurlijk is het uitgangspunt dat de resultaten moeten verbeteren, toch? En natuurlijk zijn we ons van bewust dat met het instellen van het driejarige HAVO dat we geen wonderen kunnen verwachten in afzienbare tijd. Maar dat in elk geval de benadering anders is, toch? Om een voorbeeld te geven, we hebben gemeend om in het driejarige HAVO studieloopbaanbegeleiding te geven aan de leerlingen. En we geloven dus dat een van de zaken kan zijn die eraan zal resulteren dat de leerlingen beter zullen gaan presteren. Oké, een tweede kans dus voor leerlingen die niet meteen de HAVO-pakketten hebben. Oké, meneer Kerser, tot slot heeft u nog wat eraan toe te voegen? Nou, wat ik wil toevoegen is dus dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in elk geval een degelijk onderzoek gedaan heeft om uiteindelijk te komen tot de opstart van het driejarige HAVO. Ja. En ik wil dus alle leerlingen die voldoen aan de eis oproepen om deze optie te bekijken en met goede moed het nieuwe schooljaar tegemoet te treden. Oké, meneer Kerso, dank u wel. Graag gedaan.